Tijdens de coronacrisis ineens een tijd de norm en achterstanden zijn pijnlijk blootgelegd. Kunnen we door op dezelfde voet of is het tijd om ons onderwijssysteem te vernieuwen? Nou, NL Beter die zegt het moet even flink op de schop. Wat is wat u betreft het eerste dat er moet veranderen? Meer geld naar de klas en minder geld naar het kantoor. Dat is eigenlijk een beetje de slogan die we hebben. We zien dat er heel veel geld in allerlei bestuurslagen vast komt te zitten, waar de leerlingen de dupe van worden. De leerlingen leren op dit moment ook gewoon minder. Een onderzoek deze week laat zien dat bijvoorbeeld VMBO-leerlingen het concept democratie niet eens meer snappen of kennen. Dat is toch wel ernstig. Maar ligt dat aan de besturen? Het ligt eraan dat er een lump-sum regeling is, dat de overheid heel veel geld eigenlijk aan besturen van scholen geeft, waardoor die besturen gaan bezuinigen op onderwijskwaliteit. Dus dat betekent dat leraren die goed opgeleid zijn, hooggeschoold zijn, dat die eigenlijk veel minder voor de klas komen te staan, waardoor die kwaliteit achteruit gaat. Dus wij vinden eigenlijk dat de kwaliteit van de leraar, die moet ook beter beloond worden, want die lopen weg en die gaan allerlei andere banen gaan ze zoeken, omdat ze ontevreden zijn over die beloning en ook over de werklast die op leraren ligt. Dus wij vinden dat primair dat betere onderwijs voor die kinderen, dat eerst weer gewaarborgd moet zijn. Ja, nou moeten die besturen dan worden afgeschaald of helemaal afgeschaft? Nou ja, het is net als in de zorg. Dat is natuurlijk echt een beetje de ziekte van onze samenleving. Al die besturen, bestuurslagen waarvan niemand meer precies begrijpt waarvoor ze nodig zijn. Daar kan een hele hoop worden afgeslankt, ja. Nou begrijp ik dat jij 21 vindt dat er alleen bevoegde leraren voor de klas moeten staan, maar dat het ook wel makkelijker moet worden om die bevoegdheid te halen. Ja. Waarborgt u dan de kwaliteit? Nou, dat is een van onze punten. Het belangrijkste is de werkdruk. Ik denk dat dat het punt is in ons onderwijs. Dus ze willen eigenlijk liever onderwijsassistenten erbij als je de docenten vraagt dan salaris. Want ze hebben het gewoon echt te zwaar. Vooral als je kleinere klassen wil, wat volgens mij veel politieke partijen willen, wil je daar gewoon meer mensen bij in de klas. Maar onbevoegd, kijk, als je bijvoorbeeld aardrijkskundeleraar bent, 15 jaar lang, en je wil een overstap naar wiskunde maken, dan is dat nu vrij lastig. Wij zeggen, nou, dat is al iemand die ervaring heeft, maakt dat makkelijk om die bevoegdheid te krijgen, zodat iemand dan ook bevoegd voor de klas een ander vak kan geven. Maar punt is in het onderwijs echt de werkdruk. De mensen gaan er met voor hun passie naartoe. Ik heb zoveel leraren, weet je, die je spreekt ook via de kinderen, die willen ook nu heel graag open. Waarom zijn die middelbare scholen nog steeds niet open? Dat vind ik deels, ook echt ja. voor een groot deel dicht. Nou, daar begint het al. Maar je moet ze helpen, denk ik, met stutten, dat er meer mensen bij komen die kunnen helpen in de klas. Toch even een reactie. Vindt u het een goed idee als we die bevoegdheid makkelijker kunnen halen? Nou ja, alles valt en staat met de kwaliteit van de docent. Hè? En inderdaad, klassen van maximaal 24 leerlingen, maar met een goede geschoolde docent die ook navenant beloond moet worden, vinden wij. Waardoor het niet meer mogelijk is om inderdaad een assistent heel langdurig voor de klas te zetten in plaats van een goed geschoolde docent. Maar als je die makkelijker kunt halen, die bevoegdheid, ga je dan niet omlaag? Nee, dat ligt er natuurlijk helemaal aan hoe die omscholing gerealiseerd wordt. Maar, en die kwaliteit die is nu heel bureaucratisch geregeld, hè, dat je daar dus een heel traject doorheen moet, terwijl die mensen al hun onderwijskunde hebben bewezen. Ja. Op uw site, meneer Krol, moest ik eventjes zoeken naar onderwijs, want u had 9 grote thema's, maar onderwijs stond daar niet bij. Jawel. Nou, niet bij die negen grote uitgelichte. Ik heb hier niks anders in mijn hand dan wat er op de site staat. Nou, dus maar u heeft daar 9 hoge thema's en daar staat onderwijs niet bij, maar het staat uiteraard wel in het onderwerp voor ons is wel dat jonge mensen niet met een enorme schuld beginnen, wat nu het geval is. Dat vinden we niet terecht. En we iets waar u eerst wel voor was, hè? Voor de afschaffen van de studie van de basisbeurs. Nee hoor, toen waren we nog niet. Dus, Oké, maar ik kan u natuurlijk ook aanspreken als destijds ook, van 50 plus. Niet, ook 50 plus. Die niet. Heeft meegestemd. Ja. Met het. Maar wat belangrijk is... 50 plus heeft toch meegestemd? Klopt, ja. Maar wat belangrijk is, is dat wij ook vinden dat mensen tot een zekere leeftijd gewoon moeten door kunnen gaan met allerlei vormen van onderwijs. Nu zie je dat oudere mensen heel vaak worden afgeserveerd en niet meer in aanmerking komen voor allerlei opleidingen, onderwijs. En daar willen we ook heel graag wat aan veranderen. En wat moet er dan? Waarom is het belangrijk voor ouderen dat zij dus nog kunnen leren? Dat is voor iedereen belangrijk, maar ouderen tellen net zo hard mee als jongeren. Dus moet je er wel voor zorgen dat mensen een leven lang blijven leren. Ja, even dat afschaffen van die basisbeurs. Bent u ervoor dat we die weer terugkrijgen? Wegdrijven van het leenstelsel basisbeurs. Kijk, daar zijn we het al over eens. Oké, daar is iedereen het over eens. Dat lijkt wel een draagvlak te zijn, hoor, na de verkiezingen. Je ziet het ook bij andere partijen nu veranderen. Hè. Daar is geleerd van dat moment. Hebben we net even aangestipt het salaris van de leraren. Ik las in uw programma, basis- en middelbaar onderwijs moet
richting elkaar komen. Ja. Ik heb even opgezocht, een middelbare schooldocent verdient gemiddeld €5330 per maand. Ja. Moet dat het worden voor een basisschooldocent? Nou, basis zitten rond de 4000, hè? Dan heb je het meer over de latere fase. Beginners gemiddeld zijn 1500. Gemiddelde. Ja, wij vinden wel goed dat er een verschil is, weet je wel. Een VMBO in een grote stad is denk ik iets anders om voor te staan dan een basisschool, tweede groep. Maar dat verschil aan de start mag wel wat omhoog, vinden wij. Over ja, de wat vindt u? Ja, wij vinden dat de opleiding bepaalt wat je verdient. En of je dan in het primair of in het voortgezet onderwijs terechtkomt, dat maakt voor ons niet uit. Oké, okay, dus het moet het gelijk worden getrokken. Ja, dus en waarom? Want ik hoor hier, er zit een verschil in of je voor een VMBO-klas staat of voor basisonderwijs, maar dat vindt u niet? Nou ja, wij kijken inderdaad van hoe ben je opgeleid, hè? Wat heb je voor scholing als docent gehad? En dat is voor ons het uitgangspunt voor beloning en niet waar je uiteindelijk dan terechtkomt. Dus onderwijsassistenten zouden wel minder moeten verdienen? Zeker, die zijn anders of minder opgeleid. Ja. Ja. Hoe staat u erin? Moet er iedereen meer verdienen en zo ja, hoeveel? Nou ja, we moeten vooral zorgen dat het onderwijs aansluit bij de behoeften die mensen hebben die dat onderwijs willen volgen en het bedrijfsleven die van deze mensen gebruik willen maken. Daar moeten we op inzetten. En hoe we dat dan doen met hoe je mensen beloont, ach, dat laat ik heel graag aan de deskundigen over. Ja. Nou heb ik begrepen dat we wat u betreft ook wat meer onderscheid moeten maken tussen technische vakken en theoretische vakken. Ja, het hele punt Nederland is het hele fenomeen goed of hoog en laag opgeleid vind ik zo onzinnig. Weet praktisch je of theoretisch. Gewoon, ja, precies. Maar ja. Mensen die praktisch worden opgeleid, van wat vroeger de LTS, weet je, de MAVO, maar dat was fantastisch. Hebben mbo'ers ook hard nodig natuurlijk. En dat was super, maar daar keken we, daar keken we eigenlijk naar uit. Van, of tenminste, dat was echt iets om naar op te kijken. Ja. En tegenwoordig is het VMBO toch een kolossaal groep leerlingen bij elkaar geworden. Waar niet het beste goed naar gekeken wordt, vind ik. Moet er meer aandacht zijn voor ambachten? Ik denk dat heel zeker belangrijk is dat je kijkt van wat hebben we nodig in Nederland. En dat je daar ook voor scholt. En ja, uiteindelijk willen we gewoon zo goed mogelijk opgeleide Nederlandse burgers. In de brede zin van het woord. Dus ambachten, heel graag. Ja, de metselaar, weet je. De mensen die echt met hun handen kunnen werken, is fantastisch. Dat moet ook gewoon goed onderwijs meer aandacht. Dat voorkomt een hoop bullshit jobs ook, denk ik. Oké, okay, kijk. Nou, daarmee gaan we er even uit. We zijn er nog tot 10 uur. Straks schuift ook lijsttrekker van Bijeen, Savannah Simons, aan. En dan hebben we het onder meer over integratie en de Nederlandse identiteit. Nu eerst het NOS Journaal met Malou Petter.